Yn de Fryske skipsbou driget een grut tekort om personeel. Oan 2020 binnen er duizenden nieuwe mensen nodig, zo had de sector becijferen. Dat komt benamend door de vergriezing in de skipsbouw en dat er net voldoende nieuwe mensen van de opleiding komen. Inwoners van Ljouwerderdiel mogen haar in een referendum uitspreken over de werkindeling van de gemeente. Op 30 januari kunnen ze een kar maken of ze bij Ljouwerderen willen of dus liever fuseren met de nieuwe gemeente Noordwest-Friesland. De milieustreten van Heeg en Koudum kunnen mogelijk dochs iepen blijven. Dat nog blikken uit een helberend studie in opdracht van de gemeente. Waar moeten dan de ierpringstieren van alle jaar bestaande milieustreten aanpast worden? En wat de broekers van boete de gemeente meer betellen? Er is een boek skreun over de Gouden Olympische Oefening van Epke Zonderland. In het boek staan er bijna een heel soort foto's, maar ook reacties van journalisten, turnofficials en familie van Epke. De turner signeert het boek hier bij boekhandel De Tille in Ljouwert. Joen en vannacht kans op mist bij een gratis draaien, morgen mist bewolkt, maar wel droeg, het wordt dan een gratis 8.